Lieve mensen, volgens mij is het 7:30 of een halve minuut ervoor. Zullen wij de stoelen die niet bezet zijn eruit doen en een mooie gesloten kring maken? Met een paar woorden uit het Hooglied. En Anne zei net al dat de regens zijn voorbij, helemaal van toepassing meer op dit moment, maar ach, het komt alweer. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zomertijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. We zingen samen. Belofte van overvloedige kleuren en geuren. God, hoe blij zijn wij ermee. In alle tijden en landen heeft een nieuw seizoen iets van een wonder. En altijd is er ook de notie dat het niet buiten u omgaat. Gij roept het kindgraan. Dat onze vreugde ook uw vreugde is. En onze zorgen over wat er stilletjes verdwijnt aan planten en dieren, ook uw zorg is. Zo zijn wij hier vanavond, met dankbaarheid voor wat goed is,
elkaar ontmoeten. Dankbaarheid voor het eten dat we voor elkaar hebben bereid en samen hebben gegeten. En we zijn hier om te bidden en na te denken hoe wij in alle bescheidenheid recht kunnen doen aan de aarde en alles wat erop leeft. Amen. Op de dag dat Jezus wordt opgedragen in de tempel op de 8e dag. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. En Jezus vertelt deze gelijkenis. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij tot zichzelf: ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Tot zover de lezingen. Thank you.
En ik heb het dan ook genoemd enkele gedachten over bidden. Wat is dat eigenlijk, bidden? In de Bijbel wordt ons dat niet zomaar uitgelegd. Het Oude Testament kent er niet een eenduidig woord voor. Hoort het misschien zo vanzelfsprekend bij het leven? Alleen Lucas doet het op de vraag van zijn leerlingen: Heer, leer ons bidden. Daar komen we nog op. Mijn eerste gedachte: hoe bid ik zelf? Of misschien nog eerder: hoe heb ik het als kind geleerd? En ik hoop dat u met mij teruggaat naar uw eigen kindertijd. Heere, zegen deze spijze aan. En ik ga slapen, ben zo moe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Tot ik naar school ging, was dat het. En dat gezongen avondgebedje is verbonden met mijn moeder op de rand van mijn bed. De geluiden van de anderen die nog opleven, dat alles gaf me een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Pas toen ik naar school ging en meeging naar de kerk, hoorde ik hardop bidden. Je kon dus tegen God praten, hem van alles vragen. Er is me niet zoveel van bijgebleven, alleen de gezongen gebedjes nog het meest. Eén ding zie ik echter nog voor me. Als de ouderling de dominee naar de kansel had gebracht, bleef hij daar even staan, onder aan de trap. Een beetje gebogen, zijn hand op de leuning. En dan dacht ik, nu praat hij met God over ons. En dat vond ik wel goed. En groot geworden, hoe bid ik nu? Meestal terloops, over wat zich zo dagelijks voordoet. De dikke hommel die van krokus naar krokus bromt. De koestering van de zon. Vreugde voelen dat het zich deze lente weer allemaal ontvouwt, gaat groeien. Zo gewoon en toch ook zo verwonderend. Is dit bidden? Zo ervaar ik het wel. Gewoon even delen zonder bijgedachten. Maar ik zag die hommel op die prachtige dagen eind februari. En die hommel wordt bedreigd door pesticiden. En dat mooie weer, klopt dat eigenlijk wel in februari? Ons klimaat, daar hebben we zorgen over. Moet ik daar, denk ik dan, niet eens echt voor gaan bidden? Terloops noem ik ook altijd waar ik treurig van word. Waarom, God, is het vaak zo ingewikkeld tussen mensen? Kunnen we niet gewoon wat aardiger zijn voor elkaar? En ook over alle ellende wat via de krant tot ons komt. Onze wereld die zo in de war is. Een andere gedachte. Bidden voor. Bewust ervoor gaan zitten, staan of knielen, dat vind ik moeilijk. Persoonlijk gaat nog wel. Mijn dierbaren, kinderen en kleinkinderen, mijn geliefde, familie, mijn vriendin, soms zelfs mijn poes. Ik neem ze in gedachten, hoe ze zijn op dat moment en ik ben blij met wat er goed gaat. En overpeins datgene waarvan ik denk dat het niet zo goed gaat. Maar altijd dank ik dat ze er zijn. Dat ze bij mij horen. Is dat bidden? Bidden voor. Dat doen we hier zondag aan zondag. En vandaag biddag voor gewas en arbeid. En zowel als meebidder als voorbidder krijg ik hier regelmatig een wat ongemakkelijk gevoel bij. Want wat doen we dan? Het Kyriegebed, dat ervaar ik als een soort schreeuw. God, dat dit gebeurt op deze aarde, in onze wereld,
dat kan toch niet? Maar wat is een voorbeden? En wat is de zin ervan? Ik voel het soms wel eens een beetje als de ellende bij God over de schutting gooien. Kijk, als ik zelf voorbid, dan zeg ik heel netjes bij God neerleggen. En dan, wat verwacht ik dan? Eigenlijk niets. Want dat God letterlijk zal ingrijpen, dat geloof ik niet. Maar wat kan ik dan? Kwaad worden? Ik moet eerlijk zeggen, ik kan heel kwaadachtige gedachten krijgen. En ik weet dat het komt uit machteloosheid, uit medelijden. Als ik lees hoeveel kinderen er in Jemen al zijn gestorven en hoeveel er waarschijnlijk nog zullen sterven. Als ik een foto zie van vluchtelingenkinderen in een tentje, te midden van de modder of in de sneeuw. Toen ik zover was, dacht ik aan Patty Hillesum. Die jonge Joodse vrouw die een heel eigen beeld van God had. In mij, zegt zij, zit een heel diepe put. En daarin zit God. En soms kan ik erbij en soms niet. En ze heeft ook een hele bijzondere manier van bidden. Zij geloofde niet dat God van bovenaf ingreep. Al had zij alle reden om dat in 1942 te wensen. Maar zij schreef: het enige wat we in deze tijd kunnen redden, is een stukje van jou in onszelf, God. En ergens anders: als God bij ons maar in veilige handen is. Etty Hillesum is vermoord. En toch hebben haar bijzondere voorbeden vrucht gedragen. Het heeft een liefhebbend mens van haar gemaakt. Zij voorkwam haat, bij zichzelf en bij anderen. Want haat en een stukje van God in je binnenste, dat gaat niet samen. Zij liet zich niet vergiftigen. En daarmee corrigeert zij mijn kwaadaardige gedachten. Zij leed mee. En daarnaast deed zij wat ze kon. Is dat misschien voorbeden doen? Praten met God over het lijden van anderen? Het lijden van anderen waar je zelf pijn van in je ziel krijgt. En soms heel lijfelijk in je buik. En daarnaast, net als Etty, doen wat je kunt. Ik wil met u kijken naar de gelijkenis die we lazen. Het is geen verheven verhaal over bidden. Een weduwe, in die tijd een positie met weinig aanzien en heel weinig mogelijkheden. Wie zal er naar haar luisteren? Wie zal haar geloven? Het is niet eerlijk, maar laat maar, kan je dan denken. Maar dat doet zij niet. Zij bestormt de rechter met haar vraag: doe mij recht. En ze houdt er niet mee op. Zij krijgt haar recht. Al is het maar om van haar af te zijn. En Jezus vertelt in Lucas nog een gelijkenis over bidden. Naar aanleiding van de vraag: Heer, leer ons bidden. Het gaat over een vriend die 's nachts aanklopt om een brood te lenen. Een rechter geeft toe. Een man helpt zijn vriend aan brood, omdat hij zo onbeschaamd blijft aandringen. In beide gevallen is het geen gulle daad, maar het werkte wel. En in beide gelijkenissen zegt Jezus dat God niet zo zal handelen. Hij zal eerder recht verschaffen. En hij zal je de Heilige Geest geven als je erom vraagt. Als God bij ons maar in veilige handen is.
En God stond bij Etty Hillesum gelijk aan al die angstige mensen en kinderen in Amsterdam en in Westerbork. Zijn de mensen en de kinderen van Jemen veilig in mijn handen? En de vluchtelingenkinderen in de tentjes in de modder? Nee, want mijn handen reiken niet ver genoeg. Al denkend over voorbeden is mij één ding duidelijk geworden. Dat ik los moet laten wat buiten mijn bereik ligt. Echt los moet laten om niet verstrikt te raken in hun speelveld van het kwaad. Maar net als die weduwe kan ik, kunnen wij als gemeente, als kerk blijven vragen. Doe recht. En als recht niet altijd kan, wees genadig. En het werkt. Het kinderpardon is verruimd. Al moest er helaas ook weer ergens op vluchtelingen beknibbeld worden. En we kunnen Amnesty International steunen en al die organisaties die elke zondag bij de collecte van de diaconie vermeld staan. Maar laat ik God er dan niet helemaal buiten? Nee, in de toelichting op deze dienst schrijf ik: is bidden een vorm van je gedachten en gevoelens ordenen in je hoofd en in je hart? En ja, dat denk ik. Want als je dat doet, dan kan er opeens licht vallen op iets waar je mee worstelt. Gods geest. En verder zweeft er de afgelopen weken een zin door mijn hoofd. God die de harten van de mensen neigt. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Komt het uit de Bijbel, dacht ik. Ik heb gezocht en ik heb gevraagd. En ja, neigen is een oud Bijbelwoord. Andries knikt er al bij. Psalm 40 van David in de oude vertaling begint zo. Vurig verwachtte ik de Heer. Toen neigde Hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Neigen, ik vind het een prachtig woord. Je kunt het vertalen met het uitstrekken van je handen, omlaag buigen. En er was nog iets, maar dat ben ik even vergeten. Het is neigen, dit neigen, dat is voor mij het vertrouwen dat God op ons betrokken is. Waar bidden wij voor vandaag? Voor gewas, voor arbeid, kortom, voor onze wereld, ons thuis. Onze ruimte om er te leven, te werken en vooral lief te hebben. En het te delen met mensen en alles wat er om ons heen leeft en groeit. En ik geloof dat we het delen met God, die zich op zoveel manieren laat zien in zijn en onze wereld. De laatste gedachte. Bidden, zegt Jezus in het Lucas-evangelie, kun je overal en altijd, en je hebt er ook geen aparte rituelen voor nodig. Al zocht hij er zelf wel heel vaak de stilte voor op. Ik ga even naar onze eerste heel korte lezing over Hanna. Ze diende God in de tempel met vasten en bidden. Dienen door vasten en bidden. Dat staat er. Maar eerlijk gezegd dacht ik, 84 jaar alleen bidden en vasten. Zou ze niet ook bloemen hebben neergezet en verzorgd en olielampjes hebben gevuld? De plek waar zij en anderen baden in de tempel op orde hebben gehouden, mooi hebben gemaakt? Wij bidden altijd hier, in deze oude kerk, ons overgeleverd door het voorgeslacht. En de wolk van hun gebeden hangt hier nog,
voelbaar. Maar ook hun zorg en arbeid, opdat het niet zou vervallen. Dat het mooi en respectvol zou zijn. Dienst aan God en aan mensen. Zoals het nog steeds zo liefdevol wordt gedaan. Week in, week uit. En ik zie het als een vorm van bidden. En vasten. Misschien zijn er onder ons die iets niet of juist wel doen in deze 40 dagen. Iets nalaten wat jezelf en of de aarde schaadt. Iets doen wat goed is voor jezelf en een ander. Er is keuze genoeg. Tot slot. Ik begon met het terloopse bidden, waarvan ik me afvroeg, is dat eigenlijk wel bidden? In het boek dat ik momenteel lees, vond ik echter dit. De schrijver Christian Wijmen ziet om zich heen en ziet wat hij noemt doofheid voor het geloof. Onverschilligheid, zegt hij, die niet eens het niveau van weerstand haalt. Maar wie weet, zegt hij, zijn wij de zwakkeren en werkt God bij ons van binnen omdat we hem niet opmerken in het huilende kind. In de spijker, mooi strak in het hout gedreven. In de gewone zonsopgang. Misschien is het al genoeg gebed en dankzegging om die op te merken. Amen. Laten wij danken en bidden. Goede God, danken. Dat gaat zo vaak vanzelf.
Het welt in ons op. Voor de dorpen waar we wonen, hier op dit mooie stukje van uw aarde. Ons huis en onze tuin, waar we weer in gaan wroeten en zaaien en planten. En de plek ook waar we steeds weer moeten afwegen hoe we omgaan met de beestjes die onze planten ook lekker vinden. Met de mol die ons gazon omwoelt en de stenen van het pad omhoog werkt. We danken voor alle mensen die afgelopen zondag hebben gedemonstreerd. Die hebben geroepen dat het anders moet met onze kostbare aarde. We danken voor de mensen die bij ons horen, voor deze gemeente. En vandaag bidden we speciaal voor ons collectedoel, Stichting Zaadgoed. Goede God, zaad, waar alles wat leeft uit voortkomt, mensen, dieren, planten. Laten we voorkomen dat mensen er een stempel op kunnen zetten en zeggen, van mij. Het stempel dat het zaad duur maakt, zodat arme boeren en boerinnen het niet kunnen kopen. We vragen met de weduwe, doe recht. Goede God, onze wereld is zo vreselijk in de war. Vanuit de stilte van ons hart doen wij voorbeden, ieder voor zich, voor datgene wat bij elk van ons op dit moment het meeste schrijnt. In het vertrouwen dat u zich tot ons neigt. We besluiten onze gebeden met het samenbidden van het gebed van Luther. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van de leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade. Velen zeer bij u aan deze collecte. Thank you.
voor je uit. Bezing de dingen die goed voor jou zijn geweest. Zing de zon en de regenboog. Zing de namen van de bloemen, ogentroost en ereprijs. Zing het water en de wijn en zing het brood, 7 maal. Zing de namen van de mensen, zing moeder, vader, zus en broer, goede buur en verre vriend. Zing jezelf. Zing jezelf in slaap en hoor de engelen zingen.